De eerste staat van de corporatiesector is vorige maand gepubliceerd door de Autoriteit Woningcorporaties. Verzonden naar de Tweede Kamer en ook zeker van belang voor het intern toezicht. Ik zou bijna zeggen verplicht leesvoer. Het rapport met de duiding is overigens te vinden op onze VTW-website. En in het rapport is best wel een genuanceerd verhaal, waarin de AW constateert dat de nieuwbouw afneemt en geeft daarvoor ook een aantal logische oorzaken. Bijvoorbeeld het gebrek aan geschikte bouwlocaties, de bouwcapaciteit en de stijgende kosten. Maar ook dat de vrije kasstroom van de corporaties schrikbarend terugloopt. Dat is echt een zorgelijk punt voor de opgave die corporaties hebben om aan hun volkshuisvestelijke en maatschappelijke taak te voldoen. Ook EDES geeft aan dat de maatschappelijke opgave van de corporatiesector in gevaar komt. Vanuit de VTW onderkennen we dat probleem natuurlijk. Wat ons betreft moet de belastingdruk op de corporaties, zoals de verhuurdersheffing en de ATAD, flink omlaag. We pleiten daar, dat weten jullie, regelmatig voor. Maar het is ook realistisch om te beseffen dat we dat pas kunnen gaan bespreken echt met het volgende kabinet. We blijven er wel aandacht voor vragen. De minister komt, in de brief aan de Tweede Kamer, ook onder druk van die Kamer met een versnelde aanpak woningtekort. Ze gaat de gemeentes en de provincies achter de broek zitten om sneller te leveren. En ook de corporaties worden aangespoord. En een van de manieren die de minister voorstelt is overprogrammeren. Bijvoorbeeld op 130%. En als je dan een project hebt dat niet doorgaat, dan blijven er voldoende andere projecten over, waardoor je wel een behoorlijke bouwstroom houdt. We hebben natuurlijk wel wat vragen daarbij rond die overprogrammering. Hoe zit dat met de financiering? Die moet bij die planning beschikbaar zijn. Hoe kijkt de BSW er tegenaan? Nog veel vragen, maar het is in ieder geval wel een mogelijkheid om nog eens te praten over wat programmeren wij nou voor het volgend jaar en hoe weten we zeker dat we aan de opgave die we onszelf hebben opgenomen om daaraan tegemoet te komen. De staat van de corporatiesector gaat ook in op governance inspecties. U weet, de AW houdt die elk jaar. Dat geeft een indicatie over het functioneren van de Raden van Commissaris en het bestuur. Bij een kwart van die corporaties heeft de AW kanttekening bij de governance. Bijvoorbeeld een te dominante voorzitter van de Raad van Commissarissen of te weinig aandacht voor financiën in de Raad. Daarom hebben we met de AW afgesproken dat we binnenkort een invited conference gaan organiseren. Onderwerp uitkomsten van de governance inspecties. Want we willen voldoen aan de eisen die erop gesteld zijn, willen het optimaliseren van de kaders voor die inspecties en zeker lessons learned in de praktijk toepassen. U hoort daar uiteraard meer over. Graag tot de volgende keer.